Morning, ben ik weer. Ik zit een beetje gek waarschijnlijk. Ik weet ook niet hoe het eruit zit. Ik hoop oké. Ik zit vandaag achter mijn computer omdat ik mijn reactie wil filmen. Terwijl ik kijk naar de nieuwe trailer van Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ik heb deze video ook al gedaan toen de eerste film uitkwam. Dus ik vond het wel leuk om het een beetje erin te houden. En het ook voor de tweede te doen. De tweede heet Grindelwald Crime. Als ik het goed heb, dan moeten we natuurlijk eerst op YouTube Grindelwald. Ik typ in Grinde, nog niet eens. En er komt al Grindelwald Crimes trailer. That's what I want. Oeh, dan is de vraag welke moet ik kijken. The Crimes of Grindelwald's official. Oké, nee, ik kijk die van Warner Bros. Moet ik wel mijn oortjes in pluggen. Anders wordt deze video gedemonetized. Ja, dat is een hoofdtelefoon. Ja, dat klopt. Oké. Let's go. Ik zal je onderlinken welke ik kijk. Dus voor als jullie hem hierna mee willen kijken. Hij duurt 1 minuut en 57 seconden. Oké. Dit is niet de bedoeling. Got it. Oké. Volledig scherm. There we go. Is dit Hogwarts? Hey! It's Hogwarts. It's cool. Witchcraft mystery. Hey, ze kunnen daar niet. Hele jonge Dumbledore. We zien. Oh, wie is die acteur? Nou, ik weet niet wie die acteur is. Ik zal hem zo opzoeken. Hij speelt dus Dumbledore terwijl hij jong is. En hij is hier een professor op Hogwarts. En ze gaan dus naar Hogwarts. En ze zeggen: hé, hey, wij weten dat nieuws commander voor jou werkt. Dumbledore. Oké. Ik heb hem recent in de film gezien. Oh, hij is wel heel anders dan dat ik me had voorgesteld dat Dumbledore eruit zou zien. Allemaal mooie dieren zie ik alweer in de achtergrond. Hey, Testrails. Ik kan dat net uitspreken. Testrails? Testrails. Percamentus en Newt Scamander vechten samen. Da, 16/11/2018. Oh, I'm so excited. Ik wil ook die andere kijken. Oké, volgens mij is het dus zo. Ik zat me eerst te bedenken, waar gaat deze film dan over het vervolg, zeg maar. Maar als ik het goed begrijp, is het dus zo dat Grindelwald is niet echt goed bezig. Dus hij is de dark side, de darkness. En Newt moet dus tegen hem vechten, omdat tenminste Dumbledore zegt, I cannot move against him, you must do it. I don't know why. Even kijken hoor, ik ga opzoeken wie de cast nou is. Wat heet hij nou? Cast. Grindelwald Crime. Jude Law, dat is hem. Jude Law speelt Percamentus. Hij speelde laatst ook in de film. Oh ja, The Holiday. Ik had laatst The Holiday gekeken. Ik vind hem niet echt. Als ik zou denken aan een jonge Percamentus, zou ik niet per se aan Jude Law denken. Van wat ik nu in de trailer heb gezien, is hij ook heel anders, zeg maar, de Percamentus als dat ik hem voor ogen had. Toen hij wat jonger was, maar ik denk dat je daar de hele film voor moet zien. Ik vind het überhaupt best wel tricky, omdat Percamentus een heel groot deel natuurlijk van zijn personage is dat hij wat ouder is en wijs en bedachtzaam en heel introvert. En nu is hij natuurlijk opeens jong en nu is hij een professor op Hogwarts. En ik denk dat het dan ook heel anders is. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij hem speelt. Ik ben super benieuwd. Ik zag al heel veel super gave creatures. Fantastic Beasts. Dus ik ben heel erg benieuwd.
ik vraag me wel af, want Jacob Kowalski, dat is die mens, die was op een gegeven moment, is alles vergeten, maar die is nu weer terug. Dus ik vraag me af of hij alles weer weet, of dat hij gewoon opnieuw erin verschrikt raakt. I don't know. Ik ben in ieder geval super excited. Ik kan niet wachten. We moeten nog 8 maanden wachten. Precies 8 maanden. Het is nu 15-3. Dus één dag en 8 maanden. Want hij komt 16-11 uit. Oh my gosh. Ik ben wel een beetje bang dat we nu natuurlijk echt meer gaan krijgen uit de Harry Potter wereld. Met personages die ook in Harry Potter voorkomen. Ik bedoel, ik denk dat er heel veel meer ingegaan wordt op het verleden van Albus en hoe dat zo is ontstaan en zijn relatie met Grindelwald. Dus dan begeef je je op wat trickier gebied, omdat je dan wel krijgt dat je gaat bemoeien met personages uit de originele serie. En ik ben dan bang dat het wordt verpest. Laat weten of je dat ook hebt. Dus daarom ben ik er een beetje hesitant voor, maar het ziet er gewoon uit. Het is een super gave film en echt weer die feeling van Harry Potter en de eerste ook in Fantastic Beasts and Where to Find Them. Dus ik heb er heel veel zin in. Dat was het dan voor deze video. Ik zal het linkje van de trailer die ik heb bekeken hieronder laten. Er zijn er nog veel meer. Ik ga er meteen ook nog wel een paar kijken. Laat zeker weten of jij er zin in hebt. Of hoe jij je erover voelt. Zoals ik zelf al zeg, ik heb een beetje gemixte gevoelens. Maar ik ga hem zeker kijken als hij in de biels is. En ik weet zeker dat ik ervan geniet. Hoop ik. Gaan we maar vanuit. Dat was het dan voor deze video. Zoals altijd, dan duimpje omhoog als je de video leuk vond. Abonneer als je meer wilt zien. Linkjes naar mijn socials en mijn blog staan in de beschrijving. En ik zie jullie heel snel weer. Doei! Ja. Ik care ook voor you today's Helmans. Don't let the muggles get you down. Don't let the muggles get you down.